Vosjachtcommissie bij de startplaats bij de HTS Rentse Rens aan de Emmenstraat in Hilversum. Kan je al iets verklappen, Jan? Jan? Jij hebt veilig, hè? Wat is dat voor je? Ja, natuurlijk. Nee, nee. We hebben elke twee weken. Mag ik dat zeggen? Het is niet zo ver, maar dat moet je... Mag ik dat zeggen? Het is niet zo ver, maar wel moeilijk. Ja, dat kan je altijd zeggen. Het is niet zo ver, maar wel moeilijk. Maar het is toch zo ver. Je mag niet zeggen van Jan. Ja, met de auto was het niet zo ver. Het is niet zo ver, maar wel moeilijk. Oh, dat is net mijn specialiteit. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat zagen we bij het station. Dat zagen we bij het station. Ja, moeilijk. Ja. Kijk. Nee, dan doe ik het wel. En KJ AOM was dat, hè? Ja. P1 AOM. Mooi, heb je een fiets in de... Jawel. Hier worden de deelnemende groepen aan deze kampioensjacht ingeschreven door François, PE1 JFR. De apparatuur is getest en het moment van de start is aanstaande. Oké, we gaan zo starten. Yo, wow. Geen zonder Wilco. We gaan inderdaad starten zonder Wilco. Dat is wat verlaat. De bedoeling is dat jullie de eerste vast opzoeken, uiteraard op 144.9. Ja, en daar vinden jullie de opdracht voor dat wat je daarna moet gaan doen. Op de Utrechtse weg zagen we Leo, PA2 LPA, Kaya PE en AOM, Goos Penel SCR en Maarten Bakker. Thank you.
En hier gaan de koplopers Ron en Hans Willem naar de eerste vos. En die zat keurig verschanst in een greppel. En hier is de eerste vos met de opdracht. De vos is gevonden nabij de Egelshoek in Hollandse Rading. PE1 LLQ die noteert dit en stuurt ze door om de tweede vos te zoeken. Inmiddels zijn we aangekomen in Lage Vuurse, zeer dicht bij de tweede vos. Achter het stuur van de volgauto zien we François, PE1 JFR. En hier is de tweede vos en die zat op de dagcamping Lage Vuurse en daar zat Ed, PE1 HUS met XOL in de caravan en zij trakteerde op chocolademelk met slagroom. Als die vos uitschakelt, hè? Hoor je. Komt die blauwe weer helemaal op toe. We zijn de werf gezet. Lage Vuurse. Hier. Even kijken hier. Dat is Lage Vuurse. Ron controleert hier de zender door een TL-buis bij de antenne te houden. En hier finished Kees, PE1 JCW. Tijd nu voor het bekendmaken van de uitslag. Hier is Ed, PE1 HUS. Jeroen en Leo, maar aangezien zij de volgende keren zodanig gescoord hebben dat ze niet meer echt gevaar hoeven op te leveren voor de koplopers. Als zevende is geëindigd vandaag Maarten Bakker. Door storing van de zender op ons geluid neem ik de rest van Ed even over. Nummer 6 werd Kees, PE1 JCW. Nummer 5 Jan, PLMW met YL. Met XYL. Nummer 4 Kaya PE1 AOM. Nummer 3 werd Ron PA3 BPC. Nummer 2 Hans Willem PE1 JZQ. En de winnaar werd Goos PA0 SER. De einduitslag van alle jachten van dit seizoen hoort u nu weer van Ed. Jan PA0 MW met Riet hebben een totale score van 29 punten.
Dan vlak boven met 31 punten zit Hans Willem, PE1, Jezus Kuurle, uiteindelijke winnaar van de beker van dit jaar, is voor de PA0 SIR Goos. Met een totaal aantal punten van 32. En op dit moment finisht Jeroen PE1 LOB en hij werd dus achtste in deze jacht.